8 inwoners van Enschede kregen gisteravond een Enschede-speld uitgereikt. En ik heb zojuist gehoord dat er nog één bij is gekomen. Uit de handen van burgemeester Roelof Bleker. Dat gebeurde op de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente. De onderscheiding is een waardering voor een meer dan gemiddelde inzet voor de Enschedese samenleving. Martine Veneman is één van die 8. Ze kreeg de speld voor haar werk bij de door haar opgezette Sinterklaasactie. Waardoor gezinnen die eigenlijk wat minder geld hebben, toch cadeautjes krijgen tijdens de feestdagen. Martine is bij ons, welkom. Dankjewel. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En net voordat jij hier gaat zitten, krijg je nog een berichtje. Ja. Want wat is er aan de hand? Nou ja, ik ben er een beetje emotioneel van. Ja. En zo'n actie kan dus ook nooit in je eentje. Er zijn een heleboel mensen die daaraan bijdragen. En er is één iemand speciaal die al vanaf het begin mij ontzettend achter de schermen helpt. En die wil ook altijd achter de schermen blijven. En zij is ernstig ziek. Zij heeft ALS. En zij heeft zojuist ook per post met een heel mooi boeket bloemen van de burgemeester ook de Enschede-speld ontvangen. Omdat zij eigenlijk nou een drijvende kracht achter de schermen is. Dus vind ik heel mooi. Voornaam? Rosé Bult. Rosé Bult. Nou, even bij deze studio applaus voor Rosé. Ja, die heeft ze dan. Gisteravond was zij er niet bij, denk ik. Nee, ze was er niet bij. Nee. Nou, geweldig. Ja. Gefeliciteerd bij deze ook aan Rosé. Dan namens ons dan. Maar jij ook zelf, Martine? Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het wel emotioneel is. Ja, vooral als iemand met zo'n ziekte, dan dat is natuurlijk dat is lastig. Ja. We hebben wat beelden op de achtergrond van hoe dat gisteravond ging. Ja. Hoe ben jij daar naartoe gegaan? Meestal is dat geheim. Hoe ging dat? Ik werd voor de kerstvakantie werd ik gebeld met de vraag of ik naar de nieuwjaarsreceptie wilde komen. Dus toen zei ik, nou ja, heel leuk. En waarom? Nou, dat was een verrassing. Kan je er iets over vertellen? Nee, het was echt een verrassing. En toen kreeg ik de uitnodiging. En die uitnodiging, daar werd nog wel gezegd, omdat de burgemeester graag een aantal mensen in het zonnetje wil zetten. Dus dan denk je al wel, nou, dan gaat iets gebeuren. Dan kan het nog steeds een lintje zijn. Ja, en dan weet ik, een ridderorde. Dus zijn wij gisteravond, ben ik samen met mijn man en kinderen naar het stadhuis gegaan. Daar een speld in ontvangst te nemen. Ja. Mag ik je vragen om iets dichter bij de microfoon? Kun je iets beter horen nog. Daar sta je. Ja. Dan word je naar voren geroepen. Ja. Wat zei die? Weet je dat nog? Wat zei die? Of sta je dan ook een beetje flabbergasted? Ja, nou, dat ook wel hoor. Want het is echt wel een heel grote zaal. En je staat midden op dat podium met al die lampen op je gericht. En ik vond dat best wel indrukwekkend. Ja. En hij vertelde wat over inderdaad. Voor het tiende jaar dit jaar een Sinterklaasactie. En dat heel gewaardeerd wordt. Dus, ja. Het is niet de eerste keer hè, dat je iets voor ontvangt. Nee. Eerder de Scheverprijs van de PvdA in Enschede. Ja, klopt. Ja, dat doe je niet om, neem ik aan. Dus, is dat een bepaalde ongemakkelijkheid? En ook wel, net wat ik zei, weet je, het kan echt alleen maar omdat er heel veel mensen meehelpen. Ja. En ik ben dan toevallig degene die het bedacht heeft en het organiseert logistiek. Maar het kan alleen maar omdat er elk jaar weer honderden mensen zijn die mij helpen. En die heel enthousiast daarmee aan de slag gaan. Ja. Dus dat is dan soms ook wel een beetje ongemakkelijk. Ik denk, ik sta hier dan, maar het is echt mede dankzij heel veel andere mensen. Ja. Was niet altijd zo, geloof ik. Hè? Maar daar komen we zo op over hoe dat dan is gegaan in de afgelopen jaren. Ja. Maar toch even, weet jij nou wie de schuldige is in dit geval? Want meestal word je aangedragen door iemand. Ja, nee, ik weet het niet. Ik heb het na de tijd nog gevraagd. Ik zeg, goh, wie mag ik hier nou voor bedanken? Ik zeg, wie heeft mij aangedragen? Maar nee, daar konden ze niks over zeggen. Dus mocht diegene nu luisteren, heel erg bedankt. Nee, ik weet het niet. Nee. Grappig. Dus dat is een soort van dat op een positieve manier dat je over je schouder moet kijken van wie was het. Ja. Ja. Wat doet het met je als je zo'n prijs krijgt? Ja, het is heel, wel heel leuk. Het is, je doet het niet voor een prijs. Ik doe het ik vind het heel leuk om te doen. En het is wel een stukje waardering en erkenning. En dat is wel heel mooi. Ja. 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 2013 begon het toen? Of is het een jaartje eerder? Nee, 2013. Dat was het eerste jaar dat ik als moeder Sinterklaas vierde. En mijn zoontje is van januari. Dus toen kreeg ik eind november de vraag. Goh, wat van opa's en oma's en ooms en tantes. Van wat wil die met Sinterklaas? En wat wil die met kerst? En ook zijn verjaardag nog. Wat wil die hebben? Toen dacht ik, het is toch eigenlijk van de gekke. Dat kind is nog, die wordt 1. En ik weet eigenlijk nu al niet meer wat ik de komende 2 jaar
aan cadeaus zou moeten vragen. En dat terwijl het ook heel anders kan. Ja. Dus toen ben ik eigenlijk vrij impulsief. Heb ik iemand gebeld in de jeugdzorg die ik ken. En zei ik, goh, jij kent vast wel een gezin dat geen Sinterklaas viert. En dan zou ik dat heel graag willen verzorgen. Mm-hmm. En zo ging ik op pad. En ik moest mijn zoontje toen even bij mijn ouders stallen. Want dat winkelt heel lastig met zo'n kleintje erbij. En mijn ouders zeiden, god, ga je doen dan? Ik, nou ja, dit ga ik doen. En die zeiden, oh, maar dan wil je dan van ons ook wat kopen. En toen dacht ik, ja, maar ik heb natuurlijk echt wel veel meer mensen die best de financiële mogelijkheid hebben om wat voor een ander te doen. En zo is het ontstaan. Toen ben ik begonnen met, ik denk, een man of 30 vragen waarvan ik eigenlijk wel zeker wist, nou, die vinden het al leuk om te doen. Ja. En dat is uiteindelijk uitgegroeid tot afgelopen jaar meer dan 600 cadeaus voor kinderen. En die worden gekocht door hoeveel mensen die daaraan meedoen? Ik denk dat er afgelopen jaren, denk ik, nou, ruim 200, denk ik, meer dan 200 mensen mee hebben gedaan. Ja, zeker wel. Ja. 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 En dat gaat inmiddels via de voedselbank, geloof ik. Maar dat was niet altijd zo. Nee, dat klopt. Nee, in het begin, toen het nog wat kleiner was, had ik het rechtstreeks van hulpverleners. Die konden mij dan een berichtje sturen. En dan elke keer wanneer ik weer genoeg mensen had om een gezin mee te vullen, zeg maar, dan stuurde ik een berichtje richting hulpverlening. Van kom maar door met gezin nummer 2 en nummer 3. En toen gingen we het ook nog zelf inpakken. Dus dan zat ik avond na avond met vriendinnen al die cadeautjes in te pakken en te sorteren. Wat is leuk bij elkaar? En dan hield ik het ook echt super control freak bij in een Excel-schema. Dat ik zeker wist dat een kindje dat misschien het jaar daarvoor was aangemeld niet hetzelfde doosje Lego zou krijgen. Nou, ondertussen is het zo groot gegroeid dat dat niet meer te doen is. Maar had je dan ook zelf die namen en rugnummers wat dat betreft? Ja, dus dan stuurde ik een e-mailtje naar iemand die graag mee wilde doen. En zei ik, goh, wil jij voor partijen van 6 jaar een cadeautje kopen. Nou, dan ging diegene op pad om voor dat kindje een cadeautje te kopen. Ja. Nee, want jij kreeg die namen, want dat zou nu niet meer kunnen, denk ik, toch? In die zin dat je, want de AVG-dingen. Ik heb een voornaam en een leeftijd. Ja, precies. En dan kwamen de hulpverleners bij mij thuis dan de cadeaus ophalen voor de gezinnen. Ja. Ik heb wel ik heb begrepen dat je dat het zelfs zoveel was op een zeker moment dat je regelmatig na de tijd dacht. Ja. Ik gooi de handdoeken in de ring. Ja, dat klopt. Ik heb meerdere jaren gedacht, is heel leuk, maar volgend jaar doe ik het niet meer. Want dan ging ik zelf redelijk gestrest 5 december in. Maar elk jaar begint het dan toch alweer een beetje te kriebelen. En eind september zijn er vaak al wel weer mensen die vragen, god, doe je het weer dit jaar? En dan dacht ik, ik doe het gewoon nog 1 jaar. Ja. En ik heb op een gegeven moment wel, na jaar 5, 6 heb ik het wel weer wat gedownsized. Want toen dacht ik kan het gewoon niet meer behappen. En dat is ook het moment dat ik met de voedselbank het contact gezocht heb. Omdat ik het logistiek eigenlijk gewoon niet meer gebolwerkt kreeg. En de voedselbank heeft natuurlijk een heel goede logistieke operatie erachter zitten. Dus daar kon ik heel mooi dan op meeliften. En betekent dat ook dat het de gezinnen bij de voedselbank zijn die zo'n cadeautje krijgen nu? Zeg maar. Dat zijn de gezinnen die geholpen worden hiermee. Hoeveel kun je er helpen met 600 cadeaus? Dit jaar hadden wij voor alle kinderen, zo'n 250 kinderen, hadden we 2 cadeautjes per kind. En dat is dan ook waar Rosé in beeld komt. Voor alle kinderen in de gezinnen en ouder dan 12 hadden we een bioscoopbon. En voor alle ouders hadden we ook een cadeau. Dus zo was het echt een heel pakketje. Ja. Ja. En hoe gaat dat dan nu? Ik zit even aan het proces. Want eerder, jij zegt, ik begon eigenlijk door gewoon mensen te vragen. Ja. Zou je iets willen kopen? En dan kijken we of dat ergens. Hoe gaat dat dan nu? Nou, nu stuur ik zo begin oktober vaak stuur ik een e-mail naar een hele mailinglijst. Iedereen die meedoet, die noteer ik in mijn Excel-schemaatje. En dan wanneer we een jaar verder zijn, dan ga ik iedereen mailen met, nou, heel fijn dat je vorig jaar hebt meegedaan. Zou je dat dit jaar weer willen doen? Mm-hmm. Dan wacht ik de reacties af. En die krijgen dan allemaal van mij een mail vervolgens met voor wie ze een cadeautje kunnen kopen. Ja, en dan specifiek ook wat het cadeau is? Of dat kiezen de mensen feitelijk zelf uit? Nee, dat mogen mensen zelf. Die hebben daar de vrije hand in. Ik zeg altijd voor een maximaal bedrag ongeveer van zo'n 15 euro. Want je wil ook dat het wel een beetje een evenwicht is met elkaar allemaal. Ja. En dan zijn er zo'n 4 dagdelen eind november. Dan gooi ik de garage van mijn ouders open. En die staat vol met kratten. En daar kan iedereen dan de cadeaus komen brengen. Die zijn al ingepakt en wel? Ik heb ook het jaar gehad dat we het niet hebben ingepakt. Dit jaar was het verzoek van de voedselbank om het wel in te pakken. Dus daar kwamen zo'n 600 ingepakte cadeaus. En die in kratten.
En halverwege heb ik de voedselbank gebeld. Zeg, jullie moeten echt komen met een bus om het even op te halen. Want de garage is niet de garage zit gewoon vol. Ja. Ik kan geen krat meer kwijt. Ja, en, ja. Van die grote tractors ja, en zo. Die ja, nou precies. Al, van die grote Nerf. Precies. Wordt ook allemaal. Ja. Heb je wel eens een reactie van een gezin of van een kind of wat dan ook. Ja. Krijg je dat mee of niet? Word ook wel gevraagd of vind je het leuk om erbij te zijn als we de uitgifte doen. Nou, daar hoef ik allemaal. Dat doe ik liever niet. Ik ben ook niet zo heel erg van in de spotlights staan. Maar ik krijg wel vaak, zeker ook toen het via de hulpverlening was. Ik heb ook wel eens een tekening gekregen die kinderen hadden gemaakt als bedankje aan Sinterklaas. Die ik opgestuurd kreeg via de betrokken hulpverlener. En ook als reacties van ouders die ze dan via de hulpverlener stuurden. En dat is dan ook wel heel mooi. Voelt goed om Sinterklaas te zijn. Nou ja, maar ze zeggen ook wel, hè, altruïsme bestaat niet. Hè? Dus je doet het ook altijd omdat het jezelf een goed gevoel geeft. Ja. Weet je, het is mooi. Ik vind een van de mooiste dingen die ik hoorde, zoals een moeder die zei, het is zoveel meer dan een cadeautje. Het geeft ook hoop. Dat er mensen zijn die aan je denken en die je willen helpen zonder dat ze je kennen. Het geeft hoop op betere tijden. Dat is waar je het dan voor doet. Ja. Je hebt hier wel eens eerder gezeten. Je werkt voor Humanitas, onderdak. Ja. Dat ging toen over krapte bij de winternachtopvang. Jij bent een manager in dat opzicht. Probeert daar te regelen dat mensen terecht kunnen. Ja. Daar zit ook die zorg in. Hè? Is dat iets wat terugkeert in jouw leven wat dat betreft? Ik denk wel dat dat een... Je draad, maar ik denk, waarom zou je niet je inzetten om het voor een ander een beetje beter te maken? Als je zelf de mogelijkheid hebt om het voor een ander iets prettiger of iets makkelijker te maken, waarom zou je dat dan niet doen? Is dat aanstekelijk? Merk je dat om je heen? Nou ja, ik denk als je het ziet met Sinterklaas, hoe het begonnen is en waar we nu zijn, dan denk ik dat er echt wel heel veel mensen zijn die best wel wat voor een ander willen doen. En ook met dat Sinterklaas, het is ook heel concreet. Hè? Ik vraag niet om geld of iets. Het is... dan ga je op pad voor een kindje, een meisje van 4. Ja. Nou, je hebt misschien in je eigen omgeving wel een kindje waarmee je dat identificeert. Ik denk wel dat dat aanstekelijk werkt. Ja, en wat je ook zegt, het behapstukken, omdat je het eigenlijk heel, heel klein maakt. Van dit gewoon gaat om één cadeau. En dat misschien voor jezelf ook wel prettig geweest dat het overzichtelijk bleef. Ja. Is dat nu ook doordat je met de voedselbank samenwerkt, zodanig te behapstukken dat je zegt, nou ja, ik zie dit nog wel voor de komende jaren goed gaan? Of heb je nog steeds, ik zie wel tot wanneer ik het doe en dan is het ook klaar op zeker? Ja, nou ja, zo'n speld verplicht natuurlijk wel om nog wel even door te gaan. Ja, dat is dan ook weer een mooie functie van zo'n speld. De stok achter de deur, letterlijk. Ja. Hey, dan nog een ding. Je hebt het over de voedselbank. Wij horen van bijvoorbeeld de voorzitter van... Want het gaat over voedselbank Enschede Haaksbergen, denk ik in dit geval. Ja. Ruud Gardenbroek, de voorzitter, was hier onlangs nog. En die zegt, wij zien gewoon elke week de gezinnen aantallen toenemen. Ik geloof dat even uit mijn hoofd nu zo'n 500 ongeveer bijna. 400-500. Ja. Dat heeft natuurlijk alles te maken met inflatie, hoogte van energieprijzen, dat soort dingen. Heb je dat afgelopen december gemerkt? Dat je er veel meer had dan... Ja, het waren er meer dan, het jaar daarvoor. En ik denk dat ik zo... Nou, begin oktober legde ik even weer het contact met de voedselbank. Van, zullen we het dit jaar weer samen doen? Zei ze, nou, dat is goed. Dan ga ik inventariseren hoeveel kinderen er zijn. En toen nam ze een paar weken daarna contact met mij op. En toen gaf ze aan, nou, het is echt gewoon in de tijd... In die paar weken dat we het eerste contact en het contact daarna... Waren er 30 huishoudens extra aangemeld. En dan zijn dat niet altijd ook gezinnen met kinderen. Het kan ook een alleenstaande zijn. Maar dan zie je... dacht ik ook, jeetje zeg. In de tijd dat je met die actie bezig bent... ben je er eigenlijk alweer achter de feiten aan het lopen. Dus ik zorgde ook dat ik in alle leeftijdscategorieën... en meisjes, jongens, overal extra cadeaus had. Dat ik dacht, dat er in ieder geval voor iedereen wat is. Ja. Nou, misschien is dat een mooie slotvraag. De nood neemt toe daar. Zijn ook de handen meer nodig misschien. Als mensen dit horen en zeggen van... Hey, ik wil wel bijdragen, op welke manier kunnen ze dat dan het makkelijkst doen? Is daar een manier voor? Is dat wel een ingewikkelde vraag? Nou, ze kunnen ons benaderen? Als ze jullie nou benaderen, dan dat is handig. Want gisteren vroeg iemand ook van... heb jij iets van een Facebookpagina daarvoor of zo? Ik denk, nee, het enige wat ik doe is mijn Excel...
mijn Excel-sheet. Ja, ja. En ik gooi er een mailing uit. Dus nou, als mensen inderdaad zouden willen meedoen volgend jaar, ja, als ze met jullie contact opnemen, dan ga ik zorgen dat zij een mail krijgen. Bij deze info@apenstaartje120.nl, dan weet je waar je terecht kan. Martine, mag ik jou bedanken voor je mooie werk. Gefeliciteerd nogmaals met je spel. Dat het toch achter de deur mag zijn inderdaad voor wat je doet. Succes. Duur nog even de feestdagen, maar wat gaat komen. Ja, super. Hey, hartstikke bedankt.